Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Vandaag is het tijd om mensen te gaan photoshoppen. Yeah. Ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden. Als jullie dit vaker willen zien, laat dan even die like achter. 69 likes zou super awesome zijn. En als allereerst wil ik iemand gaan photoshoppen. Namelijk mij en Tolgan. Ik heb geen idee wat ik hiermee ga doen. Waarschijnlijk gaat het fucked up worden. Maar let's go. Dus allereerst wil ik even vertellen dat ik totaal geen Photoshop pro ben. Dus kom niet met reacties als: joh, dat is zo dom. Je had veel beter dit of dit kunnen doen in plaats van dat. Dus dat wou ik jullie even aankondigen. Ik ben geen Photoshop professional, maar ik vind het leuk. Net als masturberen. Ik ben ook geen FAP professional, maar op zich vind ik het best leuk. Zijn dat overbodige details? Oké, laten we beginnen met mijn ogen. Mijn ogen die mogen voor mijn idee wel wat kleiner. Nu lijkt het alsof ik net een paar lijntjes cocaïne heb genomen. Super chill. Holy shit, jongens en meisjes. Dat ziet er echt niet legit uit. Oké, wacht. Ik wil mijn pupillen klein, maar mijn ogen groot. Dus dan doen we even zo. En dan maken wij mijn ogen wat groter. Zoals jullie kunnen zien, mijn pupillen zijn nog steeds klein. Ik heb nog nooit zulke mislukte ogen gezien. Dit is echt een drama. Mijn ogen lijken wel op een ei. Gewoon een mislukt, verkeerd gebakken ei. Ik weet niet of dat een compliment is, maar dat even ter zijde. Snap je een ei? Zijde? Nee? Oké. Nou, ik ben super tevreden met mijn ogen. Alleen mijn neusgaten, die moeten wat groter. Ja, jongens en meisjes, kijk eens aan. Dat zijn nog eens neusgaten. Ik weet niet of je er trots mee moet zijn, maar ze zien er goed uit. Stel voor, je komt ooit op school en je moet een pakje kauwgom verstoppen, omdat je geen kauwgom in de les mag. Stop je het gewoon in je neus. Nou, uiteraard, zoals jullie kunnen zien, Tolgan die heeft een, naar mijn mening, een beetje kleine mond. Dus dat moeten wij even gaan regelen. Dat is nog een mooie mond. En uiteraard mogen Tolgan zijn ogen ook wat groter. Dus bij deze, kijk eens aan, jongens en meisjes. Tolgan lijkt op een vis. Ik lijk op een vis. We zijn visbuddies. Weet je wat Tolgan mij aan moet denken? Aan dat nieuwe Snapchat-effect. Nou, zoals jullie kunnen zien, Tolgan is ongelooflijk goed in het spuwen van regenbogen. Alleen er ontbreekt nog wat aan mij. Ik weet het. Ik moet een extra mond hebben. Oké, jongens en meisjes, het begint er al wat meer op te lijken. Nu kan ik meerdere dingen tegelijk eten. Super chill. Alleen, er ontbreekt alsnog iets. Ik weet niet wat het is, maar er moet iets bij komen. Geen idee wat ik aan het doen ben, jongens en meisjes. Ik maak van mezelf letterlijk een mismaakt monster. Al moet ik eerlijk toegeven, ik geniet er wel een soort van. Oké, jongens en meisjes, dat ziet er heel goed uit. Ik bedoel, ik heb nu twee monden. Ik heb in totaal vier ogen bij deze. Alleen nu moet er natuurlijk nog wat aan Tolgan gebeuren. Ik bedoel, anders is hij namelijk zo'n buitengesloten met alleen dat regenboogje. Ik vind dat Tolgan een hoedje op moet hebben. Oké, dit begint er al wat meer op te lijken. Tolgan met een hoedje ziet er niet heel verkeerd uit. Ik daarentegen met vier ogen, twee neusgaten die te groot zijn en twee monden best wel. Maar dat maakt even niet uit. Oké, jongens en meisjes, dit begint er al wat meer op te lijken. Sowieso is het natuurlijk heel belangrijk dat je altijd een chick op de achtergrond hebt staan met hele grote, ronde, opgeblazen, uitstekende, knijpbare handen. En zij heeft daar wel potentie voor. Serieus, geen idee wat ik moet voorstellen, to be honest. Oké, een drol op mijn hoofd. Ik bedoel, wie weet wordt dat een nieuwe mode. Ik vind het er persoonlijk heel erg goed uitzien. Ik moet eerlijk toegeven, ik kan hier gewoon niks meer mee doen. Ik bedoel, dit is gewoon helemaal perfect. Helemaal mooi. Laten we nog één iemand gaan veranderen. Oké, onze meisjes, wij hebben hier de enige echte Ariana Grande. En wij gaan eens even kijken of wij haar zodanig kunnen veranderen dat ze er nog beter uitziet. Je zou het misschien kunnen geloven, maar we gaan het proberen. Let's go. Oké, laten we beginnen met het veranderen van haar borsten. Niet dat haar borsten niet goed zijn. Alleen we maken het een beetje beter. Deze nog een beetje. Het ziet er misschien een beetje raar uit op dit moment. Maar hey, ik bedoel, is niet erg. Zo. Ja, dat lijkt wel ergens op. Dat ziet er goed uit. Zo. Nou, jongens en meisjes. Daar word je toch blij van. Oké, ik vind dat ze wel iets blijer mag kijken. Gewoon even voor het effect mag ze... Ja, kijk eens, jongens en meisjes. Dat lijkt er meer op. En ze mag wel van die grote anime ogen hebben. Dat vind ik ook wel grappig. Ja. Ja, nou, kijk eens aan, jongens en meisjes. Je had het misschien niet verwacht. Maar zelfs Ariana Grande kan ik nog perfecter maken in Photoshop. Laten we kijken hoe lang we haar vinger kunnen maken. Dit is echt fucking creepy. Nou, dit ziet er best goed uit. Alleen, ik vind dat er nog wat ontbreekt. Tepels. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Dat zijn toch de beste tepels die je kunt hebben op heel de planeet. Je eigen Tolgan tepels. Hey, serieus. Als mijn tepels het hoofd van Tolgan hadden, zou ik gewoon de hele dag tegen mijn tepels praten. Nou, ik heb serieus geen idee wat ik doe met mijn leven. Jongens en meisjes, willen jullie dit vaker zien op mijn kanaal? Knal dan massaal even die like. 69,33 likes. Zou super awesome zijn. Abonneer even op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Later mensen. Ik ga eens even kijken waar je die Tolgan tepels kunt bestellen. Ik wil ze ook. Go! Bruh.